Joke van Leeuwen. Doe ik wat ik kan? Kan ik wat ik doe? Denk ik, kan ik wat ik doe, dan voel ik me zo moe. Joost de Vries! Zijn hier mensen uit Nederland? En zijn hier mensen uit Vlaanderen? Ilja Leonard Pfeiffer! Ik hang de druiven op. Ik giet de wijn erin. Hoe lang doen jullie er ongeveer over om je boek te schrijven? En waar halen jullie inspiratie vandaan? Dat is tussen een maand en 3 jaar. En waar haal ik die inspiratie van? Ja, dat zijn, net als Joker, dat zijn echt 100.000 verschillende dingen door elkaar heen. Dus er zitten absoluut dingen in het boek, een paar die ik zelf min of meer heb meegemaakt. In het geval van La Superba heb ik er wel heel lang over gedaan. Dat heeft toch wel 5 jaar, ik heb er 5 jaar aan gewerkt. Everybody wants your crown. You're only making us crawl. If everyone decided to go on without cash, the middle class was rescued from their fictional plans. And you would earn a soul. Grote liefhebbers van literatuur, hier gaan de debatten plaatsvinden. Choqueert niets meer aan. Echt inspireren, dat is mooi. Chockeren, ik kan hier helemaal naakt op het podium gaan staan en dan chockeren. Dat chockeren, maar ik denk direct inspireren. La Superba is een boek over de fantasie die zich in de werkelijkheid afspeelt. Dat is het meest fantastische wat je je kan voorstellen. Porto Mari, Porto Mari. Porto Mari, een muzikale samenzang van 1000 beesten in een theaterzaal die samen smekend roepen. Voeten! 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 Omdat het de lezer dwingt tot reflectie en alleen daarom al de naam literatuur verdient. Daarom en om vele andere redenen gaat de Inkt Out 2015 naar La Superba van Ilja Leonard Pfeiffer. Ik wil jullie allemaal even één zoenen. Dank u wel. Thank you.